Dames en heren, we hebben even van uw geduld gevraagd. We hadden nog een tussentijdse uitslag kunnen geven, maar het zat zo dicht op elkaar wat er aan stemuitslagen binnenkwam, dat we toch maar voor alle 21 stemdistricten zijn gegaan. En waarom duurde het ook even wat langer? U weet ook misschien, er zijn in Houten twee lijstverbindingen. GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben een lijstverbinding. En de ChristenUnie en de SGP hebben een lijstverbinding. En lijstverbindingen hebben veel invloed op restzetelverdelingen. En restzetels zijn sowieso altijd wel ingewikkeld en belangrijk. Maar als je met twee lijstverbindingen te maken hebt, dan is het extra van belang. En ik wil u graag een uitslag presenteren die voor 99,9% betrouwbaar is. En de uitslag die ik u nu ga presenteren is voor 99,9% betrouwbaar. Het is een voorlopige uitslag, want vrijdag stelt het hoofdstembureau de definitieve uitslag vast. Ik hou u niet langer in spanning. U weet dat de Partij van de Arbeid 4 jaar geleden 22% van de stemmen had. Dat wordt ditmaal 15,73%. Ik kom straks op de zetels. De CDA had 4 jaar geleden 18,12%. Dat wordt 16,22. Bijzonder, want de Partij van de Arbeid zat in het college verliest. CDA staat niet in het college, maar verliest ook. Dus dat is heel apart. De VVD had 4 jaar geleden 15,28%. Dat wordt 16,47%. Dat is echt zeer close. Maar ze zijn nu ietsje groter dan de CDA. GroenLinks had 4 jaar geleden 10,98%. Goed voor 3 zetels. Dat wordt 9,83. Gering verlies. Maar toch. ITA, Inwonerspartij Toekomst Houten, had 4 jaar geleden 8,46%. Dat zijn 2 raadzetels. ITA krijgt 18,5. We moeten de uitslag van deze 6 nog krijgen, maar ze zouden de grootste kunnen worden. De ChristenUnie had 6,71%, goed voor 2 zetels. Dat wordt 8,01. De SGP, vorige keer 5,62%. Dat wordt 5,27. Bijna gelijk. En D66, 3,19. Dat wordt 10,39. En dan zult u allemaal gaan rekenen. En dan zult u gaan kijken wat is de kiesdelen, etc. Die details komen deze week beschikbaar. Ik kan u wel vertellen dat de definitieve opkomstpercentage van Houten 58,74% is. Dat is 2,5% minder dan 4 jaar geleden. Toen zaten we op 61,5%. Plus minus. Dus het is iets minder. Maar nog redelijk ver boven het landelijk gemiddelde. En dan de zetelverdeling. Ik zei het al, die lijstverbindingen, die zijn belangrijk. Want wat gebeurt? Er is een kiesdelen, we hebben 29 zetels, dat wordt over het aantal uitgebracht stemmen verdeeld. Nou, die rekensom kent u misschien. En dan hou je een eerste verdeling over. En dan kom je er nooit helemaal mee uit. Dan kun je zeggen, ja, ik noem maar wat, het CDA heeft 5,5 zetel, dat had ze bijvoorbeeld 4 jaar geleden. Maar met 5,5 hebben ze er geen 6 gehaald, dat bleven er 5. Maar soms kun je met 5,5 en 6 halen als je de reststemmen van een andere partij krijgt waar je een verbinding mee hebt. Zo heeft 8 jaar geleden de ChristenUnie in een samenwerking met de SGP, terwijl ze maar 1 zetel hadden, percentueel, door de samenwerking de reststemmen van de SGP gekregen en de tweede raadszetel verworven. Dus heel belangrijk. Ik vertel u dit omdat ook dit keer zo'n effect in de uitslag zit. Hier komt de einduitslag in zetels verdeeld. Er zijn 3 partijen met 5 raadzetels. CDA, VVD,
en ITIAN. Er is één partij met 4, Raadzetels, de Partij van de Arbeid. GroenLinks houdt er 3, ChristenUnie houdt er 3, de SGP gaat naar 2. En D66 gaat naar 3. En daarmee komen we op 29 raadzetels. Nogmaals, Partij van de Arbeid van 7 naar 4. CDA blijft op 5. VVD van 4 naar 5. GroenLinks blijft op 3. ITA van 2 naar 5. ChristenUnie naar 2 blijft op 2. En SGP komt op 2. En Gijs, dit is jouw lijstverbinding. Je hebt wel eens gemobbeld op de ChristenUnie, maar volgens mij mag je ze heel dankbaar zijn. En dames en heren, ze zijn gelijk in zetels met CDA en VVD, maar percentueel is natuurlijk de winnaar. ITA, gefeliciteerd.